Ja, buiten dat klei een belangrijk onderdeel is van je werk, is het voorwerk ook belangrijk. En waaronder het kneden van de klei, dat je mooie, mooie bollen krijgt waar geen lucht in zit. En dan kan je pas draaien. Maar dit is mijn elektrische schijf. Maar ik heb het zelf 35 jaar geleden geleerd op een schopschijf. Zonder dat ik... En dat doe ik ook nog heel vaak hoor. Ik zit heel vaak op de markt. En dan doen we het gewoon met de schopschijf. En ik zeg altijd, als je het met de schopschijf niet kan, dan kan je het elektrisch ook niet. En voordat dus je nou mooi stil kan blijven zitten. Net zo goed als het belangrijk is dat je de klei goed doorkneedt, is het centreren ook belangrijk. Dus dan ga je eerst de klei goed in het midden zetten. Is er een speciaal soort klei? Ja, dit is een gewone draaiklei. Hier zit niks in. Voor het boetseren heb je altijd een fijne of een grove chamotte die je gebruikt. Nou, dan staat hij mooi in het midden. Dus je doet eerst je vingers erin, dat je een bodem hebt. Dan heb je een mooie bodem. Een beetje schoonmaken. Dus je een mooie strakke bodem. Ja. En om te kijken dat je denkt van, is de bodem dun genoeg, zet je er een prikpen in. Nou, mijn bodem is dit. Nou, dat is een centimeter en dat is groot genoeg om hem na die tijd af te kunnen snijden en af te kunnen werken. Ik gebruik heel veel water. De klei moet als het ware door je handen glijden als een film. En er moet echt zo'n film van klei en water op je handen zitten. En je trekt hem van beneden naar boven, iedere keer omhoog. Niet te wijd, dan houden we hem mooi een beetje bij elkaar. Nou, meestal weet je wel van tevoren wat je wil maken. Hoe lang doe je dit ongeveer? Ik ben in het seizoen 82-83 voor het eerst beginnen met draaien. Het creatief centrum in Heerde. Nou, vanaf het allereerste moment dat ik achter die schijf zat, was ik eigenlijk wel verkocht. Wat trekt jou zo aan in het keramiek of pottenbakken? Ik was 17 en stond in Heerde op een van de allereerste braderies te kijken naar Theo Genemans, die daar toen aan het pottenbakken was. En nou ja, ik vond dat zo fascinerend, hoe die handen en hoe dat ging. Ik zie dat die kleur al grijs is. Is dat een standaard kleur dan? Dit is gewoon een witbakkende klei. Ik vind zelf een witbakkende klei mooi, omdat je daar alle kleuren op kan gebruiken. En die blijven dus ook dezelfde. Blauw blijft blauw en groen wordt groen. De kleuren zijn helderder als je het op een rode bakkende klei doet. En dan zit er al ijzeroxide in. Dan is de klei al anders. Nou. Er moet nog een oor aan, maar dat doe je pas de volgende dag. Mooi. Omdat je dus... Als ik hier nou een oor aan zou doen, dit is heel zacht. Dat scheurt uit. Nou ja. Nou, we gaan het even afsnijden met een draadje. Wat water onder. En het draadje er nog een keer onder door. En als het goed is, staat hij nu los. Nou beweegt hij. Als het werk zo ver klaar is zoals het nu is, dan laat je het de nacht drogen. Dan kan het oor eraan. Zet je er een oor aan vast. Dit is de ziel van de pottenbakker. De ziel, zijn zegel. En dat zet je op je werk, dat iedereen weet van wie het is. En als archeologen voor 100 jaar dan komen, die denken van, oh, dat is van die. En dan zeggen ze, gooi maar weg, we hebben al zoveel van het mens gevonden. Maar hier is mijn werk dan aan te herkennen. Ja. Dus dit is ook geregistreerd? Nee hoor. Niet? Nee. Okay. Nee, maar dat weten ze op een gegeven moment wel. Ja. Ja. En dit is gemaakt door iemand in Brielle. Die had werk van mij gekregen van iemand.
En hij kon geen zegel vinden en toen kreeg ik dit opgestuurd. Had hij zelf het zegel gemaakt en er staat dus DB, maar dan 3 keer. Dus dat is heel grappig. En het was heel bijzonder om dat te krijgen. En ik sta ook altijd in april sta ik in Brielen op de Middeleeuwse Markt. Oh ja. En dan komt hij altijd even kijken van... en dan zie ik al, dan ziet iemand, en dan zie ik me zo kijken. Zeg, ah, u kijkt of uw zegeltje eronder staat. Ja, zegt hij, ik kijk of mijn stempeltje eronder staat. Dus die gebruik ik heel veel. Ja. Dit is een van de vazen die ik gemaakt heb in het... volgens mij 2002, 2003 of zo. Dit is een van de sterrenbeelden. Dan zoek je de kleur op die bij het sterrenbeeld past. Dit is de stier. En de ram staan er nog. En het zijn allemaal kleine stukjes, kleine lapjes klei waar je structuurtjes in maakt en die je dan weer aan elkaar plakt. En deze zijn raken gestookt. Waar sommige stukken hebben geen glazuur en krijgen dan wel prachtige patina's omdat je er wel een koperoxide overheen gedaan hebt. En andere krijgen gewoon een glazuurtje. En alle 12 sterrenbeelden stonden in de tuin dat jaar. En zo denk je iedere keer een nieuw project. En beneden heb je nog sterrenbeelden, hier onder het hele plaat. Nee, dit zijn twee wachters. Dit waren de voorbeelden voor de sterrenbeelden. Ik ben eerst met de wachters begonnen. En toen dacht ik van, oh, dat lijkt wel sterrenbeeld stier. Toen denk ik, oh, dat is wel leuk, de hele serie sterrenbeelden. Deze zijn wat grover als die. Die zijn allemaal wat smaller. Op atelierdagen nou bijna wel een thema. En het thema was vorig jaar rode draad. Nou had ik deze al gemaakt, die schijf met die poppetjes erin. Nou toen dacht ik van, nou ja, als het thema rode draad is, dan doen we daar toch maar een rode draadje aan. En nou is het van dat je elkaar helpt om boven te komen. En dit is gewoon, de glazuren die hierop zitten zijn eigenlijk allemaal restjes. Waar ik nog een klein beetje van in een potje had. En dat heb ik op die manier opgemaakt. En er kwamen ook de meest prachtige kleuren uit. Komt het ook op kracht aan? Het centreren wel, ja. Dan heb je veel kracht nodig. Ja. Dus je moet je handen stil houden. Je zoekt ook steun bij je lichaam. En dit stukje, wat ik nou zo bij mijn handen heb. Hier, dit wordt een beker. Dan moet je ook opletten dat je dus niet, dat je wel een bodem hebt. En dit is productiewerk draaien dan. En dan zit je gewoon dagenlang niks anders te doen dan bekers te draaien. Ben je dan beter geconcentreerd als je dagenlang hetzelfde product hebt? Nee, er is juist helemaal niks aan. Nee, het is veel leuker om verschillende dingen te doen. En soms ben je ook wel met verschillende dingen bezig hoor. Want, als iets moet drogen tussentijd, dan begin je alvast met de volgende. En dan kan je al een beetje in het voren werken. En dan staat het andere ondertussen te drogen. Nou, dit is dus een maniertje om even te kijken dat je gelijke bekers krijgt. Ik heb net een biscuit over aangehad, dus dan is het de eerste keer gebakken. Dit is dan wit bakkende klei. Die blijft gewoon mooi wit. En nou is het steen. Het is nu op 920 graden gebakken. Dus het is al hard, het is steen. Als je het nou laat vallen, gaat het stuk. En dit is van rood bakkende klei. Dit is trouwens een klei die ik zelf maak. Ik gebruik heel veel klei en dan altijd hou je restjes over. Die gaan in de oude deegmachine
En die kneedt het weer door, gaat het in bakken en dat gebruiken we ook weer om te kleien. Maar dat is witte en zwarte en rode bakken klei. Dit is een oven van 1 meter in het vierkant. Hij werkt op elektra, wel op krachtstroom. En deze kan tot 1200 graden. En dat doet hij 9 uur over om op 1200 graden te komen. En dat doet hij heel langzaam. En hij heeft 3000 watt aan stroom nodig als die op zijn hoogste temperatuur is. Dus een grote oven een keer stoken kost ongeveer 50 euro. En je doet eerst je werk biscuit bakken. Dan gaat er een glazuurlaagje overheen. Dus hier zit al een glazuurlaag overheen. En dan wordt hij nog een keer gebakken. En deze klei die hier nu in zit is geschikt voor is aardewerk. Dus geen steengoed, maar aardewerk. En die wordt nog een keer gebakken. Op 1100 graden ongeveer. En dan krijg je er een mooi glansje op. Dit is een werkje uit de serie boten. En het bijzondere aan deze glazuurmethode is dat hij dus niet weer geglazuurd wordt. Er zit een klein prut overheen met een stuk ijzer erin. Ja, ijzerschaafsel eigenlijk. Dat gaat er overheen. En zo ga je daar een activator overheen doet, dan gaat hij roesten. Er zitten oude kopspijkertjes in van de bank, waar je vroeger de stoelen mee... Die heb ik in deze heb ik er los in gezet. En in deze boot heb ik ze zelfs meegebakken, dus die zijn nog veel roestiger. Het roesten duurt ongeveer een week of twee. Zo. Krijg je echt die hele mooie roest. En wil je dat nou stoppen, dan stop je dat met een... Weer met een activator, een stoproest heet dat. Dat smeer je eroverheen. Als je dan roest hij niet verder door. Niet verder door. Ah, ja. En je wacht net zo lang tot je denkt van nou is die mooi. En als die niet mooi is, dan dan kijk je van nou doe nog een beetje activator overheen. Dan, dat je moet roeien met de riemen die je hebt. Nou deze vier mensen die hier in de boot zitten, die hebben de handen allemaal op de schoot en over elkaar. Want wij roeien niet meer mee. Want dit zijn geen riemen waar je mee kan roeien. De stukken die hier meestal staan zijn bijzonder, omdat ze dus qua kleuren tegen de groene achtergrond erg mooi uitkomen. Of in de herfst tegen de rode achtergrond, want er zitten wisteria in. Deze rode komt heel erg mooi op zwart gebakken klei uit. Dit zijn Afrikaanse krijgers, Maasai. Mijn dochter was naar Zuid-Afrika geweest en die liet dus die foto's zien van die prachtige mannen in die mooie rode jurken. En toen denk ik, nou, dat ga ik ook proberen. Dus dit zijn mijn Maasai-krijgers. Er kunnen hele lange benen onder, dan worden ze nog wat langer. En dan staan ze op een pen. Maar zo komen ze ook heel erg mooi uit.